Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat we te maken hebben met wolkenvelden die over het land trekken, maar dat is voornamelijk nog wat hoge bewolking. In het zuidwesten is de bewolking al wel wat dikker. Vanochtend schijnt met name in het midden, noorden en oosten af en toe nog even de zon, het kan ook eerst nog wat nevelig zijn. In de loop van de middag gaat vanuit het zuidwesten de bewolking steeds verder toenemen. In het noordoosten kan af en toe nog de zon schijnen. Het wordt zo'n 11 tot plaatselijk 13 graden bij een vrij stevige zuidoostenwind. Vanavond is het op de meeste plaatsen wel bewolkt en later in de avond volgt ook in het noordoosten soms wat regen. Het is dan een graad of 9. Dan het weekeinde, zaterdag, morgen vrij veel bewolking, misschien soms wat zon, maar het mag bijna geen naam hebben. Het wordt een graad of 11 en verder zijn er perioden met regen bij een matige wind uit zuidelijke richting. Ook zondag veel bewolking, dan met name in de noordelijke helft van het land nog een flinke periode met regen. Het wordt een graad of 10. Maandag en dinsdag is het vaker droog en breekt geleidelijk aan ook de zon weer wat meer door. De middagtemperatuur moet een graadje inleveren, richt ligt onder een graad of 9. In de nachten wordt het echt frisser. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl